Koning Candaulus is het verhaal van een koning die gelooft dat hij ongelooflijk gelukkig is, maar toch tot het besef komt dat zijn geluk niet volmaakt is wanneer hij het niet kan delen met zijn vrienden. En hij besluit uiteindelijk om zijn vrouw, die deel uitmaakt van zijn geluk en die zeer mooi is, te tonen aan zijn vrienden in haar schoonheid, zodat ze hem kunnen bevestigen in dat geluk. En op een bepaald ogenblik maakt Candaulus opnieuw de vriendschap met een visser, Gugis, die eigenlijk niet onder de indruk is. En Candaulus daagt die visser uit om zichzelf nog eens te overtuigen van de schoonheid van zijn vrouw. En hij maakt die visser getuige van het ontkleden van zijn vrouw in de slaapkamer. En door een magische truc belandt die visser in het bed bij de koningin. Eigenlijk is het een heel oud verhaal. Het verschijnt al bij de Griekse antieke een aantal keer, in verschillende varianten ook. En het is doorheen de ganse geschiedenis telkens opnieuw opgenomen in de kunsten. Zowel in de literatuur als in de schilderkunst of in balletten. En zelfs beperkt al in de opera ook vroeger. Dus het is eigenlijk een thema dat heel lang geleefd heeft in onze cultuur, in de kunsten. Ik denk dat de thematiek van Koning Candaulus een fundamentele thematiek blijft van alle tijden, omdat die echt de vraag stelt van wat is het geluk en waar bevindt zich het geluk? En dat we ook als mens soms de neiging hebben in onze zoektocht naar het geluk daar zo ver in te gaan dat we eigenlijk ons geluk bijna kapot maken. En ik geloof dat die thematiek heel helder en heel pregnant of heel duidelijk in deze opera wordt naar voren gebracht.